origineel uit 1968. Ja. Yeah. Classic motorcycle still here. Small Hondas. En dan hebben we iemand, ja, die er ook al jaren bij is. Geen. Twijfel, en we zijn ondertussen aan de derde editie. De Felicia Cabrio Skoda. De Skoda uit 1961. Met een 1200 cc. Helemaal origineel nog, nooit gerestaureerd. Met een 7 liter op 100 kilometer. En we weten volgt met een Mercedes. Mercedes Ponton 220. Het merk uit Duitsland met een ster. Een 2200 cc motor. Wat deze auto zo'n 120 kilometer per uur snel maakt. Dat is ook nodig, want de Jan is al weg. En gaan we nog volgen. Dus ik zou zeggen, tot straks. Traction avant commercial, een Citroën, afkomstig uit Frankrijk met een 900. De stationwagen van de Traction Avant werd in Frankrijk vinden met een achterbank, maar deze is nog helemaal origineel. Origineel, dat wil zeggen nooit 56, is dat een hele prestatie. En we zijn dan ook heel blij van hem hier vandaag op het podium te mogen begroeten. Vorig jaar was hij op de valreep, was hij klaar, hard aangesleuteld om hier te kunnen zijn. En van jaar is hij er dan natuurlijk ook terug bij. Een Chevrolet truck uit 1947. Dat is altijd onze tester, 140 pk, maakt deze truck een snelheid van natuurlijk wel heel wat benzine voor nodig, zo'n 20 liter op 100 kilometer. En deze auto is van de band gerold. We zijn heel blij van hem hier vandaag te hebben, 1947. Sportieve auto, 1,6 liter motor, goed voor 100 pk. Some more classic motorcycles. Voor de sportwagens en de snelheid. Don't polish it, drive it. Rallies en zo werd er mee gewonnen. Is dat een Gilet? From Herstal, Belgium. Made in Belgium. So, door het Hoogstraatse Vlaanderen. Ik zou zeggen, veel succes hier en tot straks. Made in Belgium. Uit 1981, een jaartje jonger, afkomstig uit Italië origineel. Er zijn er minder dan 10.000 van gebouwd, dus toch ook weer een vrij zeldzame wagen. Dat komt wel een beetje op een Jaguar, maar het is het enige model van de XJ-serie waar een coupé van gebouwd is, dus een coupé tweedeurs auto. Het is maar 375. Onder de kap steekt een 4,2 liter motor, goed voor 185 pk. Wat deze auto 195 km per uur snel maakt. Nice. En classic car and bike show in Luce Basel, Belgium. Hope you can hear me. See you in the next video. Bye bye. Toch iets inspannender, maar het lukt.